Daar is hij, hallo. Ja, oh, ik vergeet gewoon bij hem elke keer de schuif omhoog te zetten. Dat sorry, wordt wat. Niks persoonlijks. Ja. We gaan iets heel bijzonders doen vandaag. Wat gaan we doen? We gaan deze mevrouw hypnotiseren. Marianne heet ze. Ja, dat Marianne. Is Marianne. Ja, mevrouw ben ik zo allergisch voor. Ja, en Marianne is trouwens... Ik ben ook geen u naam. Mag even zeggen, Marianne is de Linda de Mol van ons. De Linda de Mol van jullie. Absoluut. Linda de Mol, ja. Volgens mijn moeder. Komt zij straks ook met koffertjes aan en dan voor de postcode loterij? Oh, nou, dat zou wel wat zijn. Oeh, leuk voor 6 de bekendmaking. Vlak voor 6. Ja, vlak voor 6. Dat is toch een koffer, jongen. Alright, zullen we het gaan doen? We gaan het doen. Oké, top. Marjan was het? Marianne. Marianne, sorry. Marianne, wat we gaan doen, we gaan jou hypnotiseren. En daarvoor wil ik dat jij eventjes kijkt naar de lijnen van je hand. En zodra je naar die lijnen kijkt, zullen die langzamerhand steeds waziger worden. En hoe waziger ze worden, des te slaperiger jij wordt. En hoe slaperiger jij wordt, des te waziger de lijnen worden. En hoe waziger de lijnen worden, des te slaperiger jij wordt. Het zal elkaar steeds versterken totdat je langzaam in slaap valt. Langzaam voel je jezelf helemaal wegzakken. In 3, 2, 1 en slaap. Goed zo, blijf zo staan. Wat wij gaan doen, ik ga in deze kist een voorwerp neerleggen. Maar ik wil niet dat jullie dat voorwerp zien. Marjan gaat zo meteen voelen wat dat voorwerp is. Maar ik ga proberen haar zo te beïnvloeden via de hypnose, zodat zij niet doorheeft wat dat is. Zo. En leggen we het voorwerp neer. Marjan, kom maar weer omhoog. Goed zo, je mag je ogen openen. Marjan, ik zou graag willen dat jij deze hand in de kist stopt. En dan mag jij in de microfoon zeggen welk voorwerp jij voelt. Hoe voelt die aan? Scherp. Scherp, je mag het in de microfoon zeggen. Je mag je ogen openen hoor. Scherp. Scherp. Een randje. Probeer eens goed te voelen hoe voelt het. Je mag het ook proberen op te pakken. Gebruik je het altijd? Een lepel. Een lepel. En wat voor lepel? Laat me los. Ja. Klein. Een kleine lepel. Oftewel, koffielepel, theelepel. Een koffielepel, mag je hand eruit halen. Ja, recht omhoog. Top, dankjewel. Om eerlijk te zijn, was het geen koffielepel of een theelepel. Het was een algehele soeplepel. We gaan het nog een keer proberen. Het is iets groter. Wat een domme doos. Iets groter formaat. Marjan, sluit je ogen, concentreer je. Je bent een leuke man hoor. Goed zo, blijf zo staan. Ik pak het volgende voorwerp erbij. Een soeplepel. Dan gaan we het er nog een keertje proberen, Marjan. Ik ga dat niet zeggen. Zo, het volgende voorwerp ligt er in. Marjan, je mag weer omhoog. Je mag je ogen openen en je mag weer je hand in de kist stoppen en mag je weer vertellen. Leg even hier neer. Mag je voelen. Is het rond? Is het langwerpig? Wat voor voorwerp is het? Het is iets van lang, smal en een handvat. Ja, lang, smal en een handvat. En voelen ze aan de uiteindes? Oh, dit is een tandenborstel. Is het een tandenborstel? Ja. Oké, mag je hem weer neerleggen? Dankjewel. Hand eruit. En dan, om eerlijk te zijn, ik zou mijn tanden hier niet mee willen poetsen. Want het betreft een toiletborstel. Oh, wat heftig. Oh, Marianne. Hey, maar even serieus, Marianne. Schoon is mijn kunstgebit, hè? Oké, we gaan het nog een keer doen. Concentreer je, Marianne. Hoe komt dat ik nou? Ik ga hem afsluiten. Gaan we hem nog één keer doen. Huh? En ik wil graag willen dat jij je heel goed concentreert. Oké. Kijk nogmaals naar de lijnen van je hand. Concentreer je op, ze zullen steeds waziger worden en uiteindelijk val je weer in slaap. Oh, yes, dankjewel. Het laatste voorwerp stoppen we erin. Waarin? Oh, in de doos. Ja. Zo. En Marjan, kom maar weer omhoog. Ja, goed zo. En inderdaad, je mag langzaam gaan voelen welk voorwerp erin zit. Hoe voelt het? Wat voor textuur heeft het? Het is een spons of zo. Het is een spons of zo. Ja, plat. Het voelt sponsachtig aan. Sponsachtig, het is lekker zacht. Ja. Ja, oké, top. Mag je je hand er weer uithalen? Want om eerlijk te zijn, ik haal je even onder hypnose. Zo, je bent nu weer terug naar hier. Alle suggesties zijn verdwenen. Je bent weer gewoon de oude Marjan. Marjan, zou jij deze eruit willen halen? Mag je kijken wat erin zit? Oh jee. Het is een baksteen. Een echte baksteen. Marjan, dank je wel voor vandaag en... Nou, dat is een hele fijne dag gewenst. Nou ja, nee, maar Jan, even serieus. Want die mensen die denken echt dat jij een loopje met iedereen neemt. Want wij noemen je al Linda de Mol, maar je bent een hele goede actrice. Maar je voelt toch niet serieus een tandenborstel als het een pleeborstel is? Ja, echt.
Maar dat is wel heftig, hoor. Ik had, is alles bij jou thuis zo groot? Of... Kijk dan, en een soeplepel. Moet je mijn dochter even vragen, dat dacht ze. Nou, ik heb echt gewoon een klein koffielepeltje gevoeld. En de tandenborstel was gewoon lang, smal, met van die rippeltjes en borstelachtig uiteinde. Maar voelde jij dan ook, want je moest naar je handpalm kijken... en in één keer was jij ook echt even weg. Nou, ik voelde me echt heel raar. Je bent weg. Je hoort ergens in de verte, hoor ik nog iets. Maar voor de rest was ik er ook niet. Maar jij hing hier gewoon voorover zo, een beetje slapjes. Dat weet je wel. Dat ging wel heel soepel, kan ik je vertellen. Ja. Ja, nou, ja. Het is net of je er buiten bent. Je moet straks even de beelden kijken. Het ziet er heel bijzonder uit als je het terugziet. Ja, ik vond, je gaat voorover. Het is net of je buiten je lichaam bent of zo. Ik kan niet uitleggen, maar... Nou, Dennis, ik ga je echt hoeveel vingers steken op? Dankjewel. Hij stond hier echt vlakbij, maar het is te bizar voor woorden.